jongstleden was er een worstel-evenement en er waren heel wat misverstanden. Mensen waren ontevreden over beslissingen van de referee. En Donovan Dongo, die we spraken met hem en hij brengt meer duidelijkheid in al deze zaken. Gaan we naar de tweede en laatste partij. Pochetti, dacht ik, tegen wie was dat? En in welke klasse weet je dat? Pochetti tegen Remy Padarat. Oh, 74 kilogram was het. 74. Ja. Wat ging daar verkeerd? Want de trainers waren niet eens met de beslissingen van de referee. Oké. Tot zover. Ik heb begrepen van de referees, van alle drie, dat er was een moment waarbij Remy Padarat een techniek had uitgevoerd op Pochetti. Het leek alsof hij een touché had gemaakt op Pochetti, maar Pochetti was niet op beide schouderbladen constant. Je moet 2 seconden ongeveer blijven op beide schouderbladen plat. Maar Pochetti bewoog dan eruit en hij kwam uit die gevarenzone. Een touché is bij worstelsport, vrijstijl worstel, iets als een KO, dus is de partij gelijk voorbij. Ook al heeft de andere atleet, is hij voor op punten en ik krijg je dan op beide schouder. Ik doe een techniek, ik breng je naar de grond en ik hou je schouderbladen, beide schouderbladen plat voor 2 seconden, dan is de partij voorbij. Dan gaan we naar de volgende partij, de ene laatste partij. Dat was, Quartier? Tegen Fernando Gurahu. Rafael Quartier tegen Fernando Gurahu. Dat was in de 90 kilo klasse, ja, 90 kilo klasse. Wat daar verkeerd ging, het was een beetje miscommunicatie. Maar op een gegeven moment deed Rafael Quartier een aanval. Hij probeerde Fernando naar de grond te brengen. En Fernando nam op een gegeven moment over en scoorde hij toen de punten. De referee die op de mat was op dat moment gaf Quartier de punten voor de aanval. Maar de referee aan de tafel, heb je 2 refs, die gaf toen punten aan Gurahu. Omdat hij heeft gezien dat Gurahu niet op zijn schouders als eerste gevallen, maar Quartier. En Quartier nam over op de grond en scoorde dan 2 punten. Dus de referee op de mat gaf dan toen punten aan Quartier en dan 2 aan Gurahu, terwijl het omgekeerd moet zijn. Wie heeft dan de leiding en wie geeft de punten eigenlijk dan? Wie heeft de leiding? Oké, er zijn 3 refs, 1 op de mat en je hebt dan 2 aan tafel. Dus de ene die aan tafel zit, je hebt altijd eentje die dan de leiding heeft. De mat-president. En dan die beslissen dan uiteindelijk wat de puntenscoring moet zijn. Dus de mat-president die aan tafel zit, die kan de scheidsrechter op de vloer overroelen? Ja, ja. Hij kan overroelen, niet zomaar, maar het komt doordat de ref op de mat soms niet alle overzicht heeft over alle posities hoe de worstelaars zijn. En het kan zijn dat hij niet goed heeft gezien dat, je weet toch, de aanval van de ene atleet dan dat hij daar moest scoren, terwijl hij bij de andere moest scoren. Maar je ziet op een gegeven moment dan zijn ze buiten mat beland. Je ziet dus natuurlijk centraal het gele, rood en blauw. Gele is het vechtgebied, ja. Hoe zeg ik het goed? Ja, en blauw, dus dat rood is het vechtgebied. Rood is al een beetje gevaarzone, maar blauw, als je op blauw gaat, als met de worstelaars op blauw gaat, dan moet het gereset worden, moet je dan weer in het midden. Ja. Daar scoor je geen punten. Ook al doe je aanval op blauw, buiten, geen punt. Het moet van binnen gebeuren. Okay, dus je moet het binnen ingezet worden en je belandt blauw dan? Ja, deels buiten, dan krijg je punten. Ja. Moet er geen zin geven aan de trainer voor van hey, het is een fout, het is niet wat jij denkt dat het is, okay. Zodat er geen verwarring optreedt? Dus kijk, de trainers mogen protesteren, of de coach mag protesteren op dat moment. Dus ik heb ook toevallig gefilmd en ik wees ze de beelden. En ik nam geen beslissing. Ik wees ze de beelden en ik wees het aan de referee, dus de scheidsrechter die op het mat was. En hij keek toen en zei van, oh nee, hij heeft overgenomen, dus de punten zijn goed gedeeld. En die andere kwam ook erbij, dus de mat-president, die kwam ook erbij, die aan tafel zat. En gaf nee, Fernando had, Rafael heeft aangevallen, maar Fernando heeft op tijd overgenomen en dan heeft hij die 4 punten gescoord. Ze geven die info aan de trainers door, maar ik denk door, je weet toch, die spanning, emoties, ik begrijp het, ze hebben hard getraind en ze willen altijd dan opkomen voor hun atleten. Dus hij gaat blijven drukken op van een atleet moet die punten krijgen, want
Er was, doordat die ref, de ref op de mat, eerst gaf 4 punten voor blauw. Toen hoorde ik van de ref die aan mij kan zetten, zet 4 punten voor blauw. Heb ik ook gedaan. En toen 2 voor Fernando. Maar toen hij aan de overkant keek, die gaf 4 punten aan Gourahou. Dus toen heeft hij gezegd van nee, het is voor Gourahou en voor Quartier. Gourahou 4, Quartier 2. Dus dat heb ik het toen gewisseld. Dus ik denk dat die verwarring is gekomen dat die coach van Quartier toen zag van hey, die punten zijn plotseling gewisseld. Wat is dat? Ja. Dus, mag je op dat moment een protest indienen en wordt het best even stilgelegd? Ja, ja toch? Ja. Je mag op dat moment dat doen. En net als hoe we beeldmateriaal hadden. Maar zo, ja, door de hele spanning van de partij wilden ze wilden dat niet accepteren. Dan gaan we naar de laatste partij, hoofdgevecht. Ja. En dan zie je Ryan Kadusu tegen de kampioen Marciano Tsang. Marciano Tsang, Kong is zijn roepnaam als ik het goed heb. Was een mooie partij. Kong heeft heel slim gevochten. Kadusu is nog vrij jong in de sport. Dus, maar ik ben blij dat Kadusu de partij heeft opgenomen. Want het was een last minute change. En Kong wilde vechten, hij wilde niet gewoon naar huis gaan. Want de hoofdpartij zou zijn tussen Wilson Balanci en Marciano Tsang. Maar die kon vanwege persoonlijke omstandigheden niet bijwonen. Dus hij kon niet vechten. En ja, daar is het niet uit de hand gelopen. Kong heeft terecht gewonnen door zijn ervaring. En aan het einde is er een chaos losgebroken. Maar het was niet zo erg als hoe het dan in de media is uitgebracht. Dat er gevochten is, vuistslagen gedeeld zijn, nee. Want anders was de politie erbij en zo. Mijn broertje, Leandro Dongo, ging op de mat om Kong uit te dagen voor de eerstvolgende ontmoeting in de zwaargewichtklasse. Want Kong is kampioen, mijn broertje is ook kampioen geweest. Dus hij ging om Kong uit te dagen. Door die emoties is de aanhang van Kong, volgens mij zijn moeder, je moet het begrijpen, is zijn moeder. Als ik mijn zoon ook zie en iemand wil met hem, of het lijkt alsof iemand met hem wil vechten, ga ik ook afrennen en hem willen beschermen. Dus zijn moeder kwam op de mat, zus, broer, iedereen, oom, tante, om Kong te beschermen. Want ze zei, oké, mijn broertje is groot, dus van, nou, we moeten allemaal gaan, dus Kong gaat hem niet alleen aan kunnen denken ze. Maar het is niet in vuistslagen of in een vechtpartij uitgebroken. Het was gewoon het heen en weer schreeuwen van, nee, wat doe je en zo. Ze hebben mijn broertje aan de kant gebracht. Er waren geen ongelukken, er waren ook kinderen daar en zo, dus het is helemaal snel tot rust gebracht. Het was na heel lange tijd dat jullie weer een toernooi hebben georganiseerd. Wat heeft de ervaring jullie geleerd na zo lang weer, dat mensen ook zo enthousiast waren? De ervaring heeft ons geleerd dat we niet, dat we geen klein publiek mogen verwachten. En dat we dan goed voorbereid daarop moeten zijn voor de veiligheid van de worstelaars en iedereen rondom. Dus we willen dan een heleboel punten dan voor, een heleboel schoonheidsfouten voorkomen. Zoals publiek die te dichtbij op de mat was, afschermen. We hadden nog net 300 mensen verwacht, maar er waren 600, 700 mensen daar. We schrokken ook van de opkomst. En zo kan je zien dat de worstelsport echt is al groot, redelijk groot. En het gaat groter worden, want we hebben zoveel in planning. En ja, we hebben alle schoonheidsfouten op papier gezet. We hebben ook naar, hoe moet ik het zeggen, naar adviezen van buiten. Mensen die naar ons toe zijn gekomen van hey, als jullie dit volgende keer anders willen doen, kijk dit, neem dit mee. We hebben ook gezegd van als jullie meningen hebben enzovoort, kan je ons en adviezen, kan je ons een brief richten en dan gaan we daaraan werken. Ja, zeker wel. We zijn nog een jong bestuur, dus we gaan echt eraan werken.